Hallo jongens en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van Chris en Olivier en de rest. Doe alvast jongens weer een blauw duimpje omhoog en abonneren zou helemaal geweldig zijn. Want we gaan er weer stevig tegenaan in deze gloednieuwe video. Ik sta vandaag jongens weer met een oude bekende in Apeldoorn in het natuurgebied, het Beekbergenwoud. Namelijk... Hoe kan het ook anders? Ja. Ja, van InsectNL. Nou ja, jullie kennen mij nog wel van een andere video. We hebben al een paar weken geleden, was het of twee maandjes hooguit, dat we een keer samen al een video gemaakt hebben. Dat toch bij de postbank. Nou ja, toen stelde ik Christian Olivier voor om weer zoiets te doen. Nou, ik was natuurlijk helemaal voor. Maar dan in de buurt van Apeldoorn. En nou staan we hier. Dus dan gaan we kijken wat we nu gaan vinden. That's cool. Nou jongens, het is meer dan 30 graden buiten. Dus best wel warm om te gaan wandelen. Maar goed, we hebben hier wel een prachtig mooi veldje. En dan gaan Miel en ik even kijken wat we vandaag allemaal voor mooie dieren tegenkomen. Ik draag vandaag jongens ook een pet tegenwoordig als ik op warme dagen naar buiten ga. Tegen de zon, want als je te lang in de zon loopt, dan kan je soms hoofdpijn krijgen zonder pet. Dus vandaar. Nou, ik zal er niet tegen spreken. Ik ben nooit zo van de petten, maar nou ja. Dat kan. Zo. Nou ja, zojuist zegt Christian Olivier dus tegen me. Nou, ik hoop dat we hier een wespenspin tegenkomen. En amper een seconde later zien we er eentje in het web zitten. Nou ja, een erg mooie vondst is dit. Ook een van mijn favoriete spinnen ook. En dat komt ook met name door zijn mooie patroon op zijn achterlijf. De gele en zwarte met witte banden. Dus vandaar de naam wespenspin, die soms ook wel tijgerspin genoemd wordt. En ook de grootte van deze spin is erg spectaculair. Zover ik weet zijn het de grootste spinnen van Europa, die je eerder alleen in Zuid-Frankrijk tegen kon komen. Met name, een beetje bij het Middellandse Zeegebied ook. Maar door de opwarming van de aarde zijn ze waarschijnlijk hier naartoe gekomen. Een erg mooie spin is het. En ze worden ook erg groot, namelijk 1,5 centimeter. Althans, de vrouwtjes dan. De mannetjes die blijven kleiner, zo rond de 5 millimeter. En die gaan ook sneller dood, zover ik gehoord heb. En ook opmerkelijk is het bandje dat door het web van deze spin heen loopt, een soort zigzagbandje. Nou, waarvoor dat bandje dient, dat weet men nog niet precies. Sommigen die zeggen dat het gewoon een versteviging is van het web. Ik heb ook wel eens gehoord dat het als camouflage kan dienen, want het is namelijk een beetje zigzaggend. En doordat die spin zelf strepen heeft, kan het dienen als camouflage. Sommigen zeggen ook dat het licht weerkaatst en zo insecten aantrekt. Nou, een erg mooie spin. Ik ben er ook blij mee dat we hem gezien hebben. Het was echt een van mijn dingen die ik wilde zien dit jaar op mijn bucketlist. Dus nou laten we kijken wat we nog meer vinden. Hey jongen, ondertussen staan we hier nog eventjes voor een soort gebouw, om het zo te zeggen. Dit is dus jongens de plek waar vleermuizen overwinteren of eigenlijk ook wonen, leven, om het zo te zeggen. Op dit moment zitten ze lekker daar binnen. Alleen tijdens de schemering, een beetje tussen een uur 9-10. Dan komen ze naar buiten gevlogen en dan gaan ze op dieren zoals motten en muggen jagen. Zelf kunnen ze niet zien, maar kunnen ze wel dus een prooi trekken, om het even zo te zeggen, door met de behulp van de sonar. Dat kennen jullie wel jongens, een heel bijzonder. Dus het zijn hele mooie dieren. We hebben ongeveer 21 soorten vleermuizen in Nederland. Dus ik heb ze wel eens overdag zien vliegen, alleen dat gebeurt heel zelden. Jongens, we hebben hier nog een mooi diertje. Dit is de bruine kikker, een heel kleintje, ongeveer bijna 1-2 centimeter groot. Het is een van de meest voorkomende kikkersoorten van Nederland en op zijn grootst kunnen ze meer dan 8 tot 10 centimeter groot worden. Dus dan heeft deze toch nog best wel wat te gaan. Nou jongens, natuurlijk hebben we hier nog een mooi dier. Dit is de grote groene sabelsprinkhaan. Heel veel van jullie zullen deze sprinkhaan ook wel herkennen. Een van de meest voorkomende diersoorten van de wereld. En ik heb nog een heel mooi diertje jongens wat ik jullie wil laten zien. Nou jongens, op mijn broek zit ondertussen een regendaas. Dit is een van de meest voorkomende daazen van Nederland. En deze daas die gaat als eerste altijd naar de benen zeg maar. Hij probeert nu door mijn broek heen te bijten, alleen dat lukt hem gelukkig niet. Voor die tijd slaan hem dood. Je hebt nog meer verschillende soorten dazen. Onder andere de goudoogdaas, de rundedaas en zo kan ik nog een hele hoop maken. Dus een heel mooi diertje jongens moet ik zeggen, alleen een enorme lastpost, zeker bij warmte.
Als het heel warm is, dan kunnen ze best wel lastig zijn. Er wordt gezegd, jongens, dat daar ze dus door broeken heen kunnen bijten. Ik geloof er zelf heel weinig van, omdat ik al heel vaak op mijn broek heb gehad. Misschien dat ze wel door een joggingbroek heen zouden kunnen bijten, maar niet door een spijkerbroek. Ik vind daar ze best wel heel mooi met die ogen. Tenminste, als je heel goed naar die ogen kijkt, dan is dat toch wel iets heel mooi. Met name bij de goudoogdaars. Maar het zijn enorme lastposten, zeker bij warmte, zeg maar. Alleen de vrouwtjes steken, mannetjes gelukkig niet. Dus en als je zo'n daas op je hebt, dan kan je er vrijwel zeker van uitgaan dat het een vrouwtje is. Hé, hey, maar hier moet je kijken, daar in die struik. Oh, oké, ja, dit is een, zo te zien, een rups van de Sint Jacobsvlinder, een erg algemeen voorkomende dagactieve nachtvlinder in Nederland. Deze rups wordt dus ook wel, kun je ook mooi zien aan het gestreepte patroon, patroon tijgerrups of zebrarups genoemd. En die strepen heeft hij overigens ook niet voor niks. Deze rups is namelijk giftig en dat gift dat krijgt hij binnen via de plant. Dit is namelijk het Sint Jacobskruid, vandaar ook de naam Sint Jacobsvlinder. Nou, die plant is op zich giftig, alleen kan die rups daartegen en slaat dat in zijn lijf op. Waardoor die voor veel dieren gewoon oneetbaar wordt. Jacobskruid is overigens te verwarren met het boerenwormenkruid, maar dat heeft meer bolletjes in plaats van gele bloemen. Dus nou, dat was wel een leuk presentje tussendoor. Nou, dan gaan we nu kijken wat er nog meer te vinden valt. Zo, je ligt er helemaal bij als een oude lul. Om het zo even te zeggen. Dus, Miel zit even lekker op de bank. Ga ik nog even een klein kijkje nemen of ik hier iets in het veld kan zien, jongens. Het is echt een prachtig mooi veld. Moet je al die mooie bloemen hier zien. Al die distels daar. Prachtig. En ik hoor heel veel spitskopjes. Later weten zullen we ook heel veel mooie sabelsprinkhaan hier horen. Nou jongens, we hebben hier nog een hele mooie grote veldsprinkhaan. Dit, jongens, is de moerassprinkhaan. De grootste veldsprinkhaan van Nederland. Ze kunnen meer dan 3-4 centimeter lang worden. En dit is echt een heel mooi groot vrouwtje. Wauw, wat een prachtig mooi diertje, jongens. Ik vind de moerassprinkhaan een van de mooiste sprinkhanen van Nederland. Ik denk nog wel mooier dan de sabelsprinkhaan. Ja, en ze maken een heel ander geluid, jongens. Ze maken een beetje een tik-tik-tik geluid. En daardoor kan je ze dus herkennen. Prachtig. Nou jongens, we zijn intussen al een paar uur verder. Het is echt meer dan 30 graden. Ik durf zelfs te wedden dat het warmer is. Meer dan 36 graden, denk ik. Weet je, dat is echt gewoon weer waar je eigenlijk gewoon lekker in de tuin zou moeten gaan zitten. Of in een zwembad. Dus, maar goed, in de natuur is het ook wel leuk, jongens. Alleen is het toch iets meer extremer. Weet je, er wordt toch een bepaalde soort druk, tenminste vind ik, op me gezet als je hier gaat wandelen. Oké. We zijn nu bij dat vondelpad aangekomen. Toch gewoon een heel mooi, groot, dicht begroeid gebied. Ja, die planken zijn los, hè? Kijk. Even kun je de beweging in je valt. Het lijkt, jongens, alsof het in geen tijden, hoe heet het, onthouden is. Het lijkt net alsof iemand hier door bijna doorheen is gezakt en dat hij daar dan is gevallen. Het lijkt haast wel zo. Oh, moet je horen. Oh, dat is echt niet gezond. Dat is echt niet goed. Met een beetje pech komt er iemand, gewoon niet goed onthouden. Nou jongens, een prachtig mooi gebied, dat is zeker waar, maar een ontzettend slechte brug. Weet je, elke plank, dat lijkt erop alsof het op instorten staat. Zeker hier. Dit is gewoon
Als ik een inspecteur zou zijn, zeker met dit, moet je dat zien. Dat is toch niet normaal. Ik kan eigenlijk die plank kan ik zo eraf trekken. Maar goed, dat is dan weer vandalisme. Ik kan ook gelijk zien hoe droog het hier is. Want hier stond dus water. Alleen nu niet meer. Dat is echt gewoon het laatste stukje water. Ik zie daar wel een kikker zwemmen. Weet je, al die bloemen zien er wel heel mooi uit. Het is alleen zonde dat het zo droog is. Alleen die plank, jongens, is... Oh, die plank is een hele slechte zaak, vind ik. Nou, snel van de pad af. Snel doorlopen. Krak, krak, krak. En voor het weet, jongens, kom je dan opeens in de jungle terecht. Moet je kijken. Dit is vooral heel mooi, vind ik. Nou, jongens, lopen we bijna... Hebben we hier... Komen we weer aan bij het pad. En daar hebben we nog een mooie uitkijktoren. Nog iets moois kunnen spotten, Miel? Niet meer zo. Naast degene wat we hebben gevuld, niet zoveel. Wel een vierplek wielwebspin. Volgens mij, maar voor de rest niet zoveel. Oké. Nou jongens, we hebben hier een mooie uitkijktoren. Daar ga ik wel even in. Wat een ongemakkelijke trap is dit, zeg. Nou, hier hebben we dus een beetje uitzicht over de uitkijktoren. Met daarop natuurgebied bedoel ik. Wauw, jongens. Het is wel heel mooi. Even kijken. We zijn dus helemaal daar gaan lopen. Helemaal zo om. Tot hier. Prachtig, jongens. Zo kan je maar zien hoe mooi de Nederlandse natuur is. Nou ja, hier vind ik dus zojuist een mierenkoningin. Op dit soort warme dagen gebeurt het regelmatig. Het moet dan een beetje, sorry dat ik in het bakje loop te kijken, maar anders ontsnapt dat beestje. Dus vandaar dat ik er zo vaak op moet tikken. Nou, op dit soort warme en zwoele dagen heb je vaak dat je vliegende mieren ziet. Nou ja, dit zijn dan jonge koninginnen die gaan paren met mannetjes. Die zijn meestal wat kleiner en die hebben ook vleugeltjes. En die gaan dan op zoek naar een nieuwe nestplaats om een kolonie te beginnen. En dat uitvliegen van die koninginnen en mannetjes, dat gebeurt meestal op dit soort warme, vochtige dagen. Het moet dan een beetje broeierig zijn. Nou, en die jonge koninginnen die paren dan met de mannetjes die daarna doodgaan. En werpen dan de vleugels af en gaan dan zelf een nestje starten. Nou, dit lijkt een koningin van de zwarte tuin of wegmier. Dat is een mier die je vrijwel in iedere tuin vindt. Dat zijn die gewone kleine zwarte miertjes die je vrijwel overal kunt vinden. Nou, ik weet niet of ik deze meeneem. Misschien wel, misschien niet. Maar goed, het leek me in elk geval leuk om jullie er wat over te vertellen. Er zijn echt heel veel jongens van dit soort stukken hier. Met waar je dan eens over stenen moet heen lopen. Op zich wel leuk, vind ik dat. Maar je moet je oppassen dat je ook niet op de verkeerde stap zet. Nou, hier vinden wij dus een gewone pad, in het Latijn bufo bufo. Nou, we hebben er al wel een paar gezien, een paar kleintjes, maar dit ziet er echt uit als al een iets grotere. Ja, ga maar. Deze pad kan zich ook heel mooi verdedigen, dat kan ik proberen te laten zien, alleen wil die niet echt meewerken zo te zien. Hier zitten trouwens gifklieren, dat zijn die rode dingetjes die je ziet. Daar zit een soort gif in en dat is voor bepaalde dieren is het heel giftig. Honden die kunnen zich daar wel heel misselijk door voelen. Dus vandaar dat honden deze ook echt niet op moeten eten. Nou ja, padden die eten eigenlijk alles dat kleiner is dan hen zelf. Zoals vliegjes, wormen, naaktslakken. Ook kleine kikkertjes en kleine padjes worden gegeten. Eigenlijk alleseters. Nou, ik ga nog één poging wagen om te kijken of ik zijn verdedigingshouding kan laten zien. Ik doe nu net alsof ik een ringslang ben. Even kijken. Ja, hij blaast zich nu helemaal op, zo te zien. Want soms gaat hij dan ook recht overeind staan op zijn poten. Dat doet hij nu wel. Hij blaast zich nu helemaal op. En... Ja, je ziet nu dat hij zich helemaal opblaast. Dat doet hij om zo groter te lijken dan hij is. Want dan denken dieren dat hij een moeilijke prooi is om te vangen. En daarnaast wil je natuurlijk ook een beetje imponeren, wil je het roofdier bang maken. En zo zullen roofdieren sneller geneigd zijn om de pad met rust te laten. Oké. Erg mooi beestje. Prachtig, laten we hem lekker met rust. Nou jongens, we gaan deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, jongens. In ieder geval, Miel en ik gaan we verder.
Dus wel een hele gave... Hele gave dieren gezien, ja. Dat wel. Nou, in ieder geval jongens, abonneer nog even op het kanaal van InsectsNL als je dat nog niet hebt gedaan. En natuurlijk ook op mijn kanaal. Ja, ook voor jullie natuurlijk. Ook op zijn kanaal abonneren, zoals ik al in de andere video heb gezegd inderdaad. En dan gaan wij weer van tussen. Dus nou, in ieder geval jongens, tot de volgende keer bij een gloednieuwe video van Chris en Olivier. En natuurlijk van InsectsNL. Tot de volgende keer.